Dat is een grote. Het is onthuld. Het laatste nieuws over Feyenoord Rotterdam heeft de fans in beroering gebracht. En wat onlangs is onthuld is gewoon verbazingwekkend. Het is zojuist naar buiten gekomen. De laatste onthulling heeft iedereen verrast en niemand had het verwacht. Bereid je voor op een lawine van spannende informatie over ons geliefde team, want wat komen gaat zal alle fans verbijsterd achterlaten. Ons kanaal is altijd op zoek naar nieuws en deze keer kon het niet anders zijn. Het nieuws dat zojuist is binnengekomen brengt een mix van schok en opwinding. Wat belooft de passie voor Feyenoord Rotterdam nog meer aan te wakkeren? Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om ervoor te zorgen dat je al geabonneerd bent op ons kanaal. Zodat je op de hoogte kunt blijven van alles wat er gebeurt bij Feyenoord. Vandaag hebben we exclusief nieuws voor je. Laten we meteen naar het eerste gaan. Priske kent Feyenoord talent twee aanvoerdersarmbanden toe. Ik ben super trots. Ons jonge talent Kify Zegiel is trots dat hij dit voorseizoen twee keer de aanvoerdersband heeft gedragen. Onder leiding van coach Brian Priske schittert de middenvelder van net twintig jaar. Priske probeert bij Feyenoord een nieuw systeem met drie middenvelders uit, en met David Hanko en Jernat Tronnen nog afwezig vanwege het EK, is Zegiel verplaatst naar het hart van de verdediging. Zegiel, ik speel het liefst als zes of acht, maar als het nodig is, kan ik in de verdediging spelen. Dat vind ik prima. In de vriendschappelijke wedstrijden tegen FC Dordrecht en KRC Genk leidde Zegiel het team als aanvoerder en dat vervulde hem met trots. Ik ben nog geen aanvoerder van het eerste elftal, zei hij met een knipoog, maar ik ben super trots dat de trainer vertrouwen in me heeft. Ik wil dat vertrouwen terugbetalen. Nu het tweede nieuwtje. Welle Roiter over zijn contractverlenging bij Feyenoord, Braaien-Priske en volgend seizoen. Feyenoord boekte in het voorseizoen opnieuw een overwinning door KRC Genk met 3-1 te verslaan. In een zware wedstrijd met veel sterke tackles toonde de ploeg van Braaie Priske veerkracht. Na de wedstrijd spraken we met doelman Timon Welleroiter. Over het verlengen van zijn contract tot 2027 was hij duidelijk. In voetbal zijn er nooit garanties. Ik wil de eerste keeper zijn, maar bij een topclub is er altijd concurrentie. Ik moet hard werken om mijn plek te verdienen. Welleroiter sprak ook over zijn indruk van de nieuwe trainer. Braaie Priske, hij is erg positief en vriendelijk. Hij wil hard werken en dat vind ik leuk. We passen ons aan aan het nieuwe systeem met drie middenvelders. Het is een proces, maar we boeken goede vooruitgang. De overwinningen laten dat zien. Gevraagd naar de verschillen tussen Priske en voormalig coach Arne Slot, zei hij. Na twee weken is het moeilijk om te vergelijken. Arne was een geweldige coach en Brian doet het tot nu toe ook erg goed. Laten we kijken wat de komende seizoenen voor ons in petto hebben. Voor volgend seizoen heeft Welleroy te vertrouwen. We gaan het onze tegenstanders zo moeilijk mogelijk maken en vechten voor titels. We gaan elke wedstrijd 100% geven. Aan het einde van het seizoen zullen we zien waar we staan. Blijf kijken, Feyenoordfans, voor meer updates en exclusief nieuws.